Een groep criminelen heeft vorig jaar vermoedelijk voor meer dan 100 miljoen dollar, 82 miljoen euro, aan cryptomunten gestolen. Ze hadden het onder meer voorzien op internetberoemdheden, topsporters, muzici en hun gezinnen. Europol meldt dat dinsdag 9 arrestaties zijn verricht, nadat eerder ook al 2 verdachten waren opgepakt in België en op Malta. Tekst gaat verder onder advertentie: de daders kregen op een illegale manier toegang tot de telefoons van hun slachtoffers. Zo konden ze cryptomunten en persoonlijke informatie stelen. Ook namen ze accounts van hun slachtoffers over op sociale media. De criminelen gebruikten een techniek die bekend staat als simswapping. Daarbij wordt iemands telefoonnummer overgenomen, bijvoorbeeld door de telefoonmaatschappij van het slachtoffer telefonisch te misleiden. Er liep volgens Europol sinds het voorjaar van 2020 een onderzoek naar de criminelen. Daar waren politiediensten bij betrokken uit België, Malta, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Het in Den Haag gevestigde samenwerkingsverband Europol speelde een coördinerende rol. Onderzoekers kwamen uiteindelijk een netwerk van een 12-tal criminelen op het spoor. Die hadden het vorig jaar voorzien op duizenden slachtoffers. Buzzelets Blok ADS.